Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen, een bonus reading voor de leeuw. Voor de komende weken in november. Hallo leeuw. Nou, ik heb de kaarten al geschud. De Intuïtief Inzicht kaarten van Colette. En die ga ik mixen. Ik haal er andere kaarten bij. Maar we gaan eerst kijken, wat is er voor de leeuw? Kijk wat resoneert. Als het niet matcht, is het niet jouw reading. Wat is er voor de leeuw? En mocht er nog iemand een persoonlijke reading willen, het is nog tot eind november voor €20 voor een half uur. Wat is er voor de leeuw? Oeh, dat zijn er een beetje te veel. Hallo leeuw, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Oeh, oké. Okay. Wat mag de leeuw horen? En misschien is er een leeuw in je omgeving of iemand, een ander dierenriemteken in je omgeving waar deze reading over gaat. Attendeer diegene er dan op, want ik vind het hartstikke leuk als ik nog meer abonnees erbij krijg. Dat ik kijkers blij kan maken en kan inspireren. Oeh. Ja, de kaarten zijn nog een beetje nieuw en stug. Dus soms dan is het nog heel eventjes dat ze goed in gebruik genomen moeten worden. Dat ze wat flexibeler eruit glijden. En dat ik wat beter kan schudden. Maar het gaat al een stuk beter. Die moet eruit. Oeh, leeuw. Ja, het is een pittig kaartendek. Ja, deze moet eruit. Deze moet eruit. Nou, ik wil er nog eentje. Dan gaan we eens even kijken. Deze ligt dwars. Die moet er ook uit. Oh, nou leeuw. Ik moet even mijn vestje uitdoen. Ah, ik krijg het er al warm van. Oké, okay, wat hebben we hier? Acceptatie. De kaarten geven aan dat er, dat het nodig is dat er iets geaccepteerd gaat worden. We gaan kijken in de reading, in de combinatie van de kaarten, waar dat mee van doen heeft. Het kan ook een algemene boodschap zijn voor jouw leeuw, dat je in een situatie zit waarin je die je zult moeten accepteren om iets los te laten of om mee te kunnen gaan in de flow. Misschien is er iemand anders die heel erg de dingen bepaalt op dit moment. En dat je het zult moeten aanvaarden. We gaan kijken. Onderhuids. Onderhuids. Ja. En dat zou heel goed te maken kunnen hebben met hetzelfde als de situatie voor iemand die dit hoort, die iets te accepteren heeft, dat er iemand onder je huid zit. Zit er iemand vliegen af te vangen? Dat is wat ik meteen doorkrijg. Vliegen afvangen, stoelpoten zagen. Is er iemand die graag probeert slimmer te zijn dan jij? Troef aftroeven. Vliegen afvangen, aftroeven, maar gewoon alles een beetje in het kader van proberen om de slimste te willen zijn. En om een soort van te winnen. En dat iemand letterlijk onder je huid is gaan zitten. Dat het je enorm frustreert en ergert. En dat je er verstrikt over raakt in je gedachten, omdat je het zo moeilijk vindt dat iemand dat met je uithaalt. Kijk eens, een vlam. Prachtige mooie vlam. Misschien dat het zich in de liefde afspeelt. Dat er irritatie is in elkaar enorm leuk vinden, maar toch uit angst proberen om de leukste te willen zijn. He, in de andere zin van het woord, in de andere betekenis.
En deze kaart, lust of liefde. Is het lust of is het liefde? Nou, we gaan verder kijken. Er is in ieder geval een vlam tussen twee mensen. Dat is wel wat ik zeker voel in deze kaart. Alleen de vraag is of deze mensen ook liefdevol met elkaar omgaan. Of dat er inderdaad ook een soort van competitie aan de gang is. Omdat de een niet wil toegeven en het bij lust wil laten. De vraag is het lust of liefde? Ja, deze moet eruit. Oh, kijk, ja. En al er is gedoe. Er is gedoe. Gedoe in de zin van, ik voel een zwaarte. Twee mensen die met elkaar in zware gesprekken, in verhitte gesprekken kunnen zitten. En het gaat eigenlijk nergens over, behalve de macht willen hebben. Het dominant willen zijn. Het beter willen zijn dan de ander. Maar allemaal uit onzekerheid en angst. En daarbij wordt ook regelmatig wel een fles wijn opengetrokken. Ja. Grappig, want de vlam, er is een vlam. Het gaat hier over twee mensen die elkaar enorm raken. Maar de vlam kan ook een haardvuur erbij zijn. Ik zie opeens een haardvuur met een glas wijn. Deze moet eruit. Nu. Ja. Kan het zijn dat het al begonnen is en dat het in de komende weken duidelijk wordt hoe deze relatie is? Ik krijg het gevoel dat er hier iemand is die inderdaad niet goed zijn rol weet, zijn positie. Wat de ander van diegene verwacht. En het kan een man zijn, kan een vrouw zijn. En het kan hier gaan over een man en een man, een vrouw en een vrouw, een vrouw en een man. En het kan ook vice versa zijn. Maar ik voel dat er heel veel gepraat wordt. Gepraat, gepraat, gepraat. En dan is het de vraag of het wordt doodgepraat. Want je kunt de dingen natuurlijk ook zo ongelooflijk analyseren dat de aantrekkelijkheid ervan weggaat. Er zijn mensen die erg diep in het glaasje kunnen kijken. Hun gevoelens verdoven om... toch op een of andere manier niet te willen voelen wat er werkelijk aan de hand is. En het is gewoon niet duidelijk. Het is een onduidelijke relatie waarbij er één iemand het onderspit delft. Die wil misschien meer, terwijl het er niet in zit. Maar er is in ieder geval iemand die onder de huid zit. Ja, onderhuids... Deze moet eruit. Oké, wat hebben we hier? Ja, overvloed. Er is geld. Er is overvloed in deze situatie. En het kan heel goed zijn dat geld ook een rol speelt daarin. Er is... Het is een beetje er is uitbundigheid. Er is uitbundigheid... waarbij mensen het leven vieren, want alles is aanwezig. De haard, de wijn, het geld, het kan niet op. Mooi huis. Kijk, en dit is ook zo leuk, hè? Want het is dan de kelk van het tarot. Het kan allemaal niet op, maar intussen is er in de... tussen de zeg maar de... hoe noem je dat... is er spanning tussen twee mensen, terwijl de situatie eigenlijk heel erg riant is en alles is aanwezig. Maar dat is materie. En ondertussen zijn er twee mensen die elkaar proberen de loef af te steken, het beter te weten. Misschien wel het liefst willen dat ze allebei het meest gewild zijn door elkaar. En de een die probeert het nog weer beter dan de ander. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik zeg. Maart. Is dit misschien in maart al begonnen? Dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden die is uitgelopen op een soort van relatie.
maar waarbij twee mensen ook heel erg in staat zijn om ja, elkaar te triggeren. Misschien op oude wonden en vooral uit onzekerheid naar elkaar toe communiceren, waardoor er juist een nare situatie kan ontstaan. Dus het is helemaal niet de bedoeling van deze twee personen, maar het gebeurt gewoon omdat er twee mensen zijn die uit onzekerheid handelen en uit angst, misschien uit angst om elkaar te verliezen. En op het moment dat de een zich wat arrogant uit, gaat de ander zich terugtrekken en durft niet meer. En dat spel, die dans, die is er continu naar elkaar. Dus het is een beetje een kat-en-muisspel, lijkt het wel, Leo. Wie ben jij in deze reading? Zie jij dit aan als een familielid of als een vriend of vriendin? Of ben jij zelf een van die twee? Deze gaat eruit. Oeh, kijk eens. Kijk eens, ja. Het is de sleutel tot de oplossing. Het zijn zelfs twee kaarten. Ze zitten aan elkaar. Oh, kijk nou. Ja. Ik ga eerst naar deze kaart. Deze kaart geeft heel duidelijk aan dat de sleutel ligt bij deze twee personen. Om uiteindelijk allebei achterover te vallen in een bank. Alle stress en de spanning loslaten en durven aangeven wat ze nou werkelijk voelen. In plaats van dat ze er een wedstrijdje van maken om de leukste te zijn uit onzekerheid en angst. Ik vind het prachtig. Ja, de sleutel ligt bij hen zelf. Er kan niemand anders van buitenaf kan daar ook iets mee doen. En deze kaart, emotionele lijm. Er is iets tussen deze twee mensen wat hen eigenlijk aan elkaar houdt. En dat zijn die triggers. Ik noem dat ook emotionele lijm. Emotionele lijm kan natuurlijk van allerlei soorten emoties zijn. Maar dit zijn twee mensen die... Het lijken bijna twee gewonde volwassenen. Twee mensen die in een karmische situatie zitten. Waarbij ze niet voor elkaar willen onderdoen, terwijl ze dol op elkaar zijn. Maar en ze zitten eigenlijk aan elkaar gekleefd. Ze willen elkaar niet loslaten. En van de andere kant is er ook continu gedoe en drama. Ja. En er worden beschuldigingen geuit over en weer. De een vindt dat er geen liefde is. De ander die heeft het gevoel dat hij alleen maar voor de lust in de relatie zit. En zo zijn er continu misverstanden. Oh, het is heel vermoeiend. En dat zou in maart begonnen kunnen zijn. Het kan ook zijn dat het aanstaande maart afloopt. Dat men er eindelijk uit is. Voor wie dit ook mag gelden, hè? Geen idee, er is iemand die hier die reading moet horen. Iemand die hierin zit. Ja, iemand die hierin zit. Iemand die dit herkent. We gaan kijken, deze moet eruit. Oh, ook zo'n prachtige kaart, hè? Ja, beide personen die hierbij zijn. En het kan ook zijn dat er andere mensen zijn. Hè? Ik weet ook niet wel over welke sterrenbeelden het nog verder gaat. In ieder geval speelt zich dit af in de omgeving van de leeuw. En wat het heel erg moeilijk maakt in deze verhitte relatie. Ik zou bijna zeggen ook dat het toch wel een toxic situatie is. Liggen de problemen, wat daar ook aan ten grondslag ligt, is dat men beren op de weg ziet. Altijd het negatieve zien, het glas half leeg zien. En elkaar, wat ik net in het begin al zei, probeert vliegen af te vangen. Hè? Elkaar pakken op woorden. En er spreekt ook geen liefde uit, Er spreekt echt een soort wedstrijd uit. Nou, ik herhaal mezelf. Ik wil nog één kaart en dan ga ik naar de wijsheid van het orakel.
Ja, er zijn twee mensen die elkaar eigenlijk gelijk behandelen. Want wat de een doet, doet de ander daarna. En het blijft in een cirkeltje ronddraaien, waardoor het eigenlijk ook gewoon een onvolwassen, onderhuidse toespelingen. Ja, het is heel... Ja, het is echt heel naar. Twee mensen die elkaar niet de oorlog beloven, of hoe zeg je dat? Maar wel proberen om de beste te zijn. Ja, de slimste, de leukste. Terwijl ze dat helemaal niet hoeven doen. Ze kunnen ook gewoon zichzelf zijn en eerlijk naar elkaar zijn dat ze van elkaar houden. Kijk nou, weer een sleutel. Dit is echt ongelooflijk. Twee sleutels. Dit is echt ongelooflijk. Ja, twee sleutels. Deze mensen, ja, ik zou bijna zeggen voor elke persoon telt één sleutel. De vraag is alleen wie is in staat om de sleutel op de juiste manier in het goede sleutelgat te stoppen. Hè, om de puzzel op te lossen. Ja, het is ongelooflijk dit. Mooi, mooie kaarten, hele mooie kaarten. Er is echt overvloed. Ja, en het zou heel goed kunnen zijn dat die sleutels niet alleen het symbool hier in de reading aangeven. Zij zijn zelf de sleutel tot de oplossing. Want de buitenwacht die bemoeit zich er al niet mee. Heeft zich er misschien wel ooit mee bemoeid, maar die bemoeien zich er niet mee. Het zijn echt twee mensen die dit doen. Dus ik zie even de sleutels die bij twee personen horen. Het kan ook heel erg goed zijn dat deze sleutels staan voor twee woningen. En dat er ook gesteggel is over waar er gewoond wordt. Ja, het is waar er gewoond wordt. Of dat er eentje zijn huis zou opgeven. En dat eigenlijk ook weer niet de bedoeling is. Omdat diegene zijn eigen huis wil houden. Twee sleutels. Twee sleutels van twee mensen. Van twee voordeuren. Nou, wijsheid van het orakel. Wat wil je nog tegen de leeuw zeggen? Deze gaat eruit. Die steekt zo ver uit. Tijd voor een dutje. Nou, je zou het inderdaad bijna zeggen. Kijk eens, wat een prachtige kaart. Er ligt een vos te slapen. Ik zou bijna zeggen, wanneer verliezen ze hun streek? Wanneer verliest de vos zijn streken? Dit zijn twee mensen die hun streken nog niet kwijt zijn. En toch op een bepaald niveau met elkaar communiceren. En niet in de gaten hebben dat ze eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben. Maar elkaar eerst tot moes moeten slaan. Ze slaan elkaar niet, maar tot moes moeten praten. Om gelijk te willen krijgen. Om een soort de leukste te willen zijn. De loef afsteken. Ik val in herhaling. Tijd voor een dutje. Nou, ik vind het een enige kaart. Omdat het eigenlijk een kaart is die... zo van een ander, van een kalmerend kaliber is. En je zou bijna kunnen zeggen in deze reading dat het tijd is om op die bank achterover te vallen en te zeggen van, hè, zijn we nu eens uitgestoeid? Dat is het goede woord ook. Het is stoeien. Want het is niet gewelddadig of zo. Hè? Het zijn echt twee mensen die met elkaar aan het stoeien zijn. Omdat ze zich beter willen voordoen. Omdat ze beter willen zijn dan de ander. Om niet onder te doen. En te hopen dat die ander hem of haar maar leuk vindt. Is dat duidelijk Nederlands wat ik nu zeg? Hoe kan ik het nog samenvatten wat ik zie? Twee mensen die uit angst handelen. Ze willen niet onderdoen voor elkaar. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ze willen niet onderdoen voor elkaar. Dus het wordt van steeds meer... De een zegt dit, de ander doet er weer een schepje bovenop. En zo wordt er een toren gebouwd. Een toren van proberen te winnen. En ze hebben het zo goed. Ze hebben het zo goed, want alles is aanwezig.
Alles is aanwezig. Het heeft alles te maken met het durven toegeven van de liefde of de lust. Dat is op zich niet de vraag. Het gaat erom of twee mensen eerlijk kunnen zijn in hun gevoel en niet bang hoeven te zijn dat de ander hem of haar afwijst. Want daar komt het allemaal weer op terug. Bang om afgewezen te worden en daarom dingen sterker willen maken en willen winnen. Maar dat is geen liefde. Ik vind het heel bijzonder. Prachtige reading. Emotionele lijm tussen twee mensen. Ja, die zo aan elkaar zitten te trekken. En het antwoord is zo dichtbij. En ze zoeken het ver weg. Door eerst een rondje stoeien, ploeteren en gedoe te moeten veroorzaken. Nou, Leeuw. Ik ben benieuwd naar jouw rol hierin. En misschien ben je 24 of 42. Ik ben heel benieuwd. En het kan heel goed zijn dat dit begonnen is in maart. Of dat het aanstaande maart een aflopende zaak gaat zijn. Omdat het te vermoeiend is. Te vermoeiend. Twee mensen die alleen maar beren op de weg zien. Het glas waar ook uit gedronken wordt half leeg zien. Terwijl er overdaad is. Er is overdaad. Nou, Leeuw. Dit was de reading. Je bonus reading voor november. Voor de komende weken. Succes!